Op basis van waarom je een influencer kiest om daarmee samen te werken. Nou, ik zou sowieso naar de engagement kijken. Dus de likes en reacties ten opzichte van het aantal volgers. Mm-hmm. Het type content, past dat bij de content van jou of van jouw merk? Past dat erbij? Zodat je die content zelf ook kan gebruiken op je eigen Instagram. Mm-hmm. Dat is namelijk ook iets wat vaak wordt vergeten, wat ik heel zonde vind. Dan denk ik, hè, dat creëren ze voor jou, dan repost je het niet. Ik zou het wel gewoon doen. Wel even vastleggen trouwens, dat je dat gaat willen doen. Want anders krijg je een factuurtje op je deurmat. Kan ook gebeuren. Wil je ook niet achteraf